Oké, welkom bij de eerste vlog, of eigenlijk logboek moet ik zeggen. Ik merk nu tijdens het bewerken dat de video eigenlijk wel overdreven lang is. Misschien is het wordt het een interessantere video als ik bijvoorbeeld alleen de donderdag, dat is de PR-dag, op donderdag probeer ik records te breken, momenteel. Misschien is het alleen leuk om bijvoorbeeld alleen die training te laten zien, of bijvoorbeeld mijn dinsdag en mijn zondag training en daar bijvoorbeeld alleen het laatste setje van een oefening van of iets dergelijks. Dusver heb ik even deze beelden. Ik kijk het even aan, kijk wat de reacties zijn en kijk wat het filmpje doet en vanaf daar bouw ik weer verder. Ik ben op deze dag begonnen met een warm-up en we beginnen met squatten en we beginnen daarna met bankdrukken en power cleans, maar die ben ik vergeten te veel. Alright, hier is een klein gedeelte van mijn warming-up. Twee platen van 25, maak 50 kilo. Ik heb een bar van 17,5, dus is 67,5 kilo als warming-up. Dit is een van mijn andere warm-up setjes, 107,5. En hiervoor heb ik ook nog een warm-up setje gedaan, natuurlijk hier tussenin. Hier maak ik wel een klein foutje, tik per ongeluk de safety bars aan en dat lijkt toch wel af. Na de warm-up setjes ben ik begonnen met de 5x5 met 102,5 kilo. Ik ben gelijk doorgeskipt naar het allerlaatste setje en het allerlaatste 5 herhalingen. En sorry voor mijn taalgebruik, maar ik voelde wat in mijn rechterknie schieten en dat willen we natuurlijk niet hebben. Want ja, als je eenmaal last van je knie of iets dergelijks krijgt, dan kun je zomaar een paar weken uit de relatie liggen natuurlijk. Verdomme. Redelijk tevreden. Redelijk tevreden over squat. Maar bij het laatste setje heb ik pijn aan mijn rechterknie. Niks ergens volgens mij, maar. Ik weet niet. Laatste paar herhalingen, laatste setje. Niet echt hiervan uit. Niet zoals ik had gehoopt. Daarna ben ik overgeswitcht naar bankdrukken met 67,5 kilo. En dit is ook weer 5x5. En dit is weer de laatste set. Aankomende donderdag PR op de bench is 75, zo even uit mijn hoofd. Als het zo in dit tempo gaat, moet dat makkelijk te doen zijn. Hierna heb ik nog wat assistentiewerk gedaan, wat glute raises 3x10. En dat heb ik in een super setje gedaan samen met planks van 30 seconden. Dus we maken eerst één setje van 10 herhalingen met de hip thrusters en daarna ga ik gelijk door naar 30 seconden plank en dit heb ik dus 3 keer herhaald. Oké, vandaag de dinsdagtraining. Ik ben vanochtend wakker geworden en ik werd dan niet lekker wakker. Moe. En normaal heeft iedereen dat wel eens natuurlijk en ik ook. En normaal gesproken, naarmate de dag vordert, zeg maar, ben ik over die moeheid heen. Maar het is iets vreemds, iets raars, want ik ben echt extreem moe. Ik weet niet hoe dat komt. Goed, dat mag de pret niet drukken. De wekker gaat zoals voor heel veel mensen van mij rond 4:30, 5 uur zijn we van huis uit. Nu is het een extreme geval, ben ik 6:30 thuis gekomen. Het is net 2 minuten geleden, dus ik heb mijn sportspullen aangetrokken en gelijk maar doorgegaan. Ik heb niet gegeten, etc. Het is niet ideaal. Maar goed, de training van vandaag is altijd licht. Dus moet goed komen. En dan zullen we donderdag kijken of we weer een nieuw PR kunnen zetten. Laten we beginnen. Right, ik heb er wat gewicht bij gegooid, 110 kilo, 3 setjes, 5 reps. Easy. Zoals Raymond uit de geschiedenis net zei, 110 kilo.
is niks spannends. Dinsdag is de hersteltraining voor mij, dus moet allemaal goed gaan komen. Dat was 3, nummer 4. En daarna nummer 5 gaat in een goed tempo, daar ben ik zeer tevreden over. Easy, ik hoop wel dat ik vanavond eigenlijk nog gewoon goed herstel, aangezien ik nu echt, wat ik al eerder aan het begin van deze video zei, helemaal gebroken ben. Dus, of aan het begin van deze dag. Ik hoop dat ik gewoon vanavond normale rust kan pakken. Ik heb lekker, ik heb geen horloge, ik doe wel zo, maar ik heb over een klein half uurtje lekker kippie besteld. Dus even lekker goed flink bunkeren en eens kijken of we goed kunnen herstellen. Dat is toch ook wat mooi aan trainen, of niet? Eerst 10, 20, 30 minuten geleden helemaal aan de kloot te zijn. En nou gewoon, of waar we een maat om gaan lopen, dan ga ik ervoor. Niet dat ik het zou halen trouwens, niet dat ik het zou halen. En dan hebben we vandaag nog de overheadpress met 35 kilo. Dit is weer het laatste setje, laatste 5 herhalingen. Ik heb 3 setjes gemaakt van 5 herhalingen. En als laatste heb ik de power clean gedaan en deze heeft zeker nog heel veel werk nodig. Ik doe de power clean nog niet zo lang en het is heel erg wennen. En zeker als je in je eentje traint en je hebt geen spiegel, maar mede daarom neem ik dus deze filmpjes op. Nee. Het is dat ik vandaag wat haast heb. Dat ik net even die explosiviteit en die power mis, maar daar ben ik nog niet tevreden over. Maar goed, we hebben over een paar dagen weer een nieuwe kans natuurlijk. Let's go! Vandaag, de donderdag, dit is eigenlijk een beetje een slechte eerste vlogweek, want vanochtend 5 uur mijn bed uit, slash 5 uur eigenlijk het huis uit. En ik ben, het is op het moment 7 uur, 10 over 7 en ik ben om 10 voor 7 thuis gekomen. Dus eigenlijk alweer een vrij lange dag. Ik moest het een en ander afmaken, maar ik heb ook gegeten in de auto en dat waren 2 witte boterhammen met iets van tonijn en een wrap met kip bij het tankstation gehaald. Dus dat is nou niet echt een lekkere basis om te trainen natuurlijk. Ik hoop een uurtje bezig te zijn en hoop ik rond een uur of 8 of 8:30 klaar te zijn. Ik ga direct naar bed en morgen weer om 5 uur eruit en dan kijken we even hoe het gaat. Maar over het algemeen, ik denk, dus ik heb 10 minuutjes even flink opwarmen dat ik zo weer aan moet wel gaan. Overigens, als laatste, mijn rug is nog niet helemaal voorbij. Maar om te zeggen dat ik er echt last van heb, niet echt. Ik hoop dat het tijdens trainen gewoon goed gaat. Ik ga er eigenlijk wel van uit, want met rugpijn kan je eigenlijk best trainen. Zolang je oefeningen maar gewoon gecontroleerd en beheerst uitvoert natuurlijk. Alleen, dit zijn voor mij dan best wel serieuze gewichten. Dus dat kan nog wel eens een beetje mwah. Over het algemeen zal ik lekker vooral mijn onderrugspieren juist gebruiken. Zeker na deadliften. Dan vliegt die rug voorbij, dan is hij zo hoog. Wat voor mij altijd werkt wanneer ik geen energie heb, dat is juist lekker veel gaan bewegen. Dus vandaar ben ik met mijn warming up, heb ik onder andere burpees toegevoegd. En hierna, dat is dus wat je nu in beeld ziet, is nog 1 laatste warm-up setje squatten met 127,5 kilo. En daarna gooi ik er 10 kilo bij. En dan gaan we de 137,5 proberen voor 5 reps. Oké, dan gaan we het proberen. Hier sta ik eigenlijk een beetje te zenuwen, mezelf een beetje op te hypen. Ik check de belt nog even een keer. En vanaf daar gaan we beginnen. De eerste 2 reps vond ik eigenlijk vrij makkelijk gaan. En de derde rep die hakt er eigenlijk een beetje in. Een beetje onverwachts eigenlijk. Dat kun je ook wel zien aan mijn snelheid dat het wel aanzienlijk moeilijker werd. Oh,
En tevreden. Volgende week 140 proberen. En nu gaan we gelijk door naar de bench. Bench is... squatten, deadliften zijn overduidelijk mijn favoriete oefeningen. Bench niet. Ik zit eigenlijk hier meer over in dan over het squatten of deadliften. Gaan we met 75 doen. Ik ga wat opwarmsetjes doen. En zullen we zien hoe ver we komen. Oké, de bench, daar gaat hij. Na de eerste rep merkte ik eigenlijk direct al dat het gewicht vrij licht was. En vandaar dat ik ook mijn adem inhoud en daardoor gelijk de tweede rep eruit kan halen. En als laatste hebben we de deadlift, 1 set, 5 herhalingen met 150 kilo. Kleine shout-out op fitnesscellen, wel de zaak. Een mini deadlift jack voor 30 euro volgens mij. Kost geen rol, doet prima zijn werk. En als laatste hebben we de deadlift. Ik voelde wel dat ik bij de laatste 1, 2 reps eigenlijk de vorm iets beter kon. Maar ik denk nog niet zozeer dat dit een gewichtprobleem was, maar meer een concentratieprobleem. De camera leidt wel iets af en ik sta er ook in te praten, etc. Dus ik kan mijn gedachten niet compleet op het trainen houden. Dus daar moet ik nog even aan wennen. En dan de vierde rep, die is goed zwaar en uiteraard is de vijfde rep nog zwaarder en dat valt ook wel redelijk te zien. Tevreden, laatste rep kon iets beter in mij. Tevreden. Al met al, deze week. Dus tevreden. Even kijken hoor. Die squat 137,5. De 75 bench press. De 150 deadlift. Volgende week exact hetzelfde rondje. We aankomende donderdag. Alleen plus alles 2. Alles plus 2,5. Is wel deadlift plus 5. Maar als ik mezelf beoordeel. Ik heb nog niet de beelden gekeken. Maar als ik het voelde zo. Dan denk ik dat het 2,5 hoger dan zwaar zat is. En dan ben ik rustig toe naar die 177,5. Volgende week.